Zijn er de afgelopen jaren ook rituelen ingesteld? Hey, hey! Zit in een interview! Wie is dat? Sinds een maandje hebben we wel even de afspraak gemaakt om een kwartier voor showtime. Naar echt een kwartier een lege kleedkamer met alleen de band. Daar hangt de setlist en nemen we per song de setlist door om even de focus naar die show te brengen en dat iedereen gefocust is. En met Paul Jan, het gitaartandem van de band, maken altijd wel lekker drankje voor ons. Voor ons samen. Maar ik vind het wel lekker. Ik vind het een beetje al helemaal nuchter het podium op. Dat vind ik zo. 1 minuut voor showtime ben ik mijn maat aan het knuffelen. En dan we geven elkaar altijd een hug of een handshake. En dan worden we erop geschopt.